prachtig weer om de laatste speelronden van het seizoen te voetballen. Zeker als er, zoals voor HFC, niets meer op het spel staat. Dan kun je freewheelen. HHC daarentegen komt hier op een 1-0 voorsprong via Van Bentum. Na een assist van Van der Leij. Is wel degelijk onderweg naar een derde plek dit seizoen in de tweede divisie. En dat zou een knap resultaat zijn naar het moeizaam vorig seizoen voor de ploeg uit Hardenberg. HHC komt niet veel later op 0-2. U heeft de keus. Van Bentum, de aanvaller, of Wolf die een eigen goal maakt. De speaker is er niet uit. Wij geven hem aan Van Bentum. En die zorgt daarmee, zoals gezegd, voor een 2-0 voorsprong voor HHC. Het loopt van een leien dakje voor HHC tot vlak voor rust. De assist is van Noordmans, de treffer van Hols. En de Koninklijke doet iets terug. Vorig seizoen won HFC het thuisduel van HHC via een goal van Opoku. Maar die speelt inmiddels, zoals u weet, bij de boys in Rijnsburg. Inmiddels zitten we in de 6e minuut na rust en wordt dit 1-3. Een afstandsknal van Hemmink. Perfecte goal van Rossum, kansloos. De afstand een meter of 16. En die bal vliegt langs hem. Maar niet veel later is HFC weer terug. Dit keer via Wessel Boer. Die zorgt voor 2-3. En zo blijkt de ploeg van Verdonkschot, volgend seizoen op de bank bij IJsselmeer, volgens een taaie tegenstander voor HHC, dat hier weer afstand neemt. Hemmink. Na een mooie aanval met Schmid en Van der Leij zorgt hij voor 2-4. En je zou toch mogen veronderstellen dat het nu, na zo'n 566 minuten voetbal, wel de definitieve tik is voor HFC. Nee hoor, want daar is 3-4. Morgan neemt hem voor zijn rekening. Buiten bereik van Nijland zorgt hij ervoor dat ook de slotfase spannend wordt. Wat heet spannend? Want HFC wil zijn coach die afscheid neemt een goed resultaat geven in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Een opzettelijke hensbal levert de thuisclub een penalty op. En de kans op 4-4. Tameres, de paal, voorkomt dat. Eindstand 3-4 in Haarlem. En HHC derde.